volgt de herhaling van een luisterspel dat wij eerder uitzonden op 28 maart van dit jaar. Hava de Egel of Van Onverwachte Zijde. Een luisterspel van Roesia Lampel in een vertaling van mevrouw W. Wielekberg. Regie Leon Povel. De handeling speelt zich af in Oost-Galicië in 1901. Blijf toch nog even, Berko. Wil je niet eens mijn gast zijn? Vind je het zo vervelend om met een oude vrouw te praten? Ik kan niet over mijn tijd beschikken, waarde vorstin. Praatjes. We hebben van het jaar toch een epidemie. Godzijdank niet. Waarom heb je dan zo'n haast? Drink tenminste nog een glas thee. Samovar dampt. Een glas thee zal ik graag drinken. En je moet er ook iets bij nemen. Vooruit. Kijk hem eens beven. Is maar niet bang. Ik ben een antisemiet, de bekendste van de hele streek. Maar jou, Berko, mag ik graag. Jou zal ik niets voorzetten wat in varkensvet gebakken is. Voor deze koekjes is alleen boter, suiker, room en een beetje meel gebruikt. Nou, dat mag je toch allemaal eten, nietwaar? Ja, waarde vorstin. Dank u. Dank u wel. Zeg, Berko. Wat is er eigenlijk met die Lewitsky aan de hand, met die ingenieur die het naar je toe opgestuurd? Is hij ernstig ziek? Zou me spijten, zo'n jonge man. Ik kan na het eerste onderzoek nog niets met zekerheid zeggen, maar ik hoop... Niets ernstigs? Nee. Hij heeft me verteld wat je tegen hem hebt gezegd. Was dat waar of wil je hem geruststellen? Ik weet niet wat hij u heeft verteld, waarde vorstin. Ik zal hem opnieuw onderzoeken. Lewitsky heeft veel vertrouwen in me, hoewel ik hem nog maar een paar weken ken. Hij is niet zoals een zeker dokter Mandelbloed, die me met elke zin zegt, oh, blijf 10 meter van me vandaan. Ja, 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 Berko, dat doe je, op mijn erewoord. U schertst, waarde vorstin. Hartelijk dank voor de thee, die was heerlijk, en de koekjes ook. Ik moet weg, de boeren staan vast al voor mijn deur te wachten. Laat ze rustig wachten, ze zitten er best. Hele troepen, net als in de kroeg. Je moest je schamen, Berko. Je denkt aan iedereen, behalve aan mij. Maar waarde vorstin, hoe kunt u... Ja, 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 ik weet het al. Voor mijn gezondheid zorg je goed, dat is waar. Daar heb ik niets op aan te merken. Maar dat een oude vrouw ook wel eens met iemand wil uitpraten, daar denk jij niet aan. Ik verdwaal hier alleen in dat grote huis. Ja, maar dat kan jou natuurlijk niet schelen. Ik heb er jammer genoeg de tijd niet voor. Blijf nog een beetje, nu je er toch eenmaal bent. Hè? Nog even dan. Nou. Ik ben blij dat u een paar weken gezelschap zult hebben. De jonge ingenieur komt met uw kaarten, dat heeft u me verteld. Oh ja, maar heeft u ook verteld dat ik altijd van hem win? Ja, dat heeft hij natuurlijk niet verteld. Maar hij komt toch. Honger maakt rauwe bonen zoet. In deze negorij is hij blij dat hij een avond gezelschap heeft, al is het er maar van een oude vrouw. Ik heb hem gevraagd, wat bezielt jou toch eigenlijk, jongen? Waarom ben je hier komen werken? Je bent van goede familie, je bent opgegroeid in de grote stad. Hier ga je nog dood van verveling. En wat antwoordde hij? Onzin, alle mensen zijn broeders. Nou ja, het socialisme zal de wereld veranderen. Iedereen zal gelukkig worden. Vooral eenvoudige mensen, die hebben een onbedorven ziel. Flauwe onzin. Onbedorven, zei ik. Jonge man, je bent een kind. Ze zijn allemaal bedorven. Alleen heeft de ene zich gewassen, dan kun je rustig naast gaan zitten. En de andere, die is zo smerig dat je je neus dicht moet knijpen. En wat zei ingenieur Lewitsky? Ten slotte gaf hij toe dat hij persoonlijke redenen had om te komen werken in het godverlaten oord. Zeg, is het waar, Berko? Heb jij tegen hem gezegd dat hij waarschijnlijk helemaal niet ziek is, dat het alleen maar zenuwen zijn? Ik ben blij dat u zoveel moederlijke belangstelling voor de jongeman toont, waarde vorstin. U kan ik wel zeggen wat ik bedoel.
Ik geloof dat Lewitsky liefdesverdriet heeft. En dat hij zich daarom verbeeldt dat hij een hartkwaal heeft. En bovendien heeft hij een acute gastritis. Heeft hij je werkelijk niets verteld? Hij heeft me verteld welke klachten hij heeft. Nee, ik bedoel dat liefdesverdriet. Heb je dat geraden? Ja, want hij sprak met een zekere voldoening over een vroege dood. Berko, de duivel zal je halen. Je bent slim, mannetje. Je hebt goed geraden. Hij heeft mij alles opgebiecht. Een knap meisje met blonde vlechten en ogen als vergeetmannetjes was 4 jaar met hem verloofd. En net toen hij aan trouwen begon te denken, kwam een rijke glasfabrikant uit Kablons, 2 maal zo oud als hij, en kaapte hem het meisje voor de neus weg. Sophia met de vergeetmannetjes ogen stuurde hem zijn verlovingsring terug met vriendelijke groeten en veel goede wensen. In plaats van blij te zijn dat hij nog net op tijd ontdekt heeft dat het meisje niet deugt, kan hij het mirakel niet vergeten. Is melancholiek en wil de wereld verbeteren. Het is moeilijk om mensen te doorzien, zelfs als men volwassen is. En een jonge man... Als hij verliefd is. Ja, dat is bijzonder verwarrend. Hij zal er overheen moeten komen, daar kan niemand erbij helpen. Maar de gastritis, die zullen we genezen. Kom, het is al laat. Met diepe eerbied kus ik u de hand, vorstin. Loop naar de hel met je diepe eerbied, Berko. Als je maar even met me praat als een mens, dan heb je er direct weer spijt van. Tot ziens dan. Maar toch mag ik je graag. Havelen, waar blijf je zo lang? Oh, daar ben ik al. Daar ben ik al, mevrouw. Ach, hebt u helemaal alleen die eieren geklopt? 7 eieren? Oh, ik kon toch niet anders? Dokter komt direct thuis. Oh, arme ziel, 7 eieren stijf geklopt met die fijne handjes, geef hier. Oh, ik ben klaar. Zie je niet hoe wit het schuim is? Net sneeuw. Geef mij die kom maar. Zo. Ja. Ziezo. Nou wist hij goed. Zo moet hij aan de vork blijven hangen, als een ijspegel aan een tak. Moet de kip van het kuikentje leren? Ik wil u niet beledigen, mevrouw. Ik mag hier op de plaats in de zoutpilaar veranderen als ik er iets verkeerds bij heb gedacht. Zo klein als ik ben, zo groot en bruin zijn mijn handen. Net als die van Jolien, dat is hier gewoon erin. En daarom zit er natuurlijk meer kracht in. Maar ik wil u niet beledigen bij mijn leven, bij mijn gezond. Ik mag... Stil nou te haven, hardig op. Hoe vaak heeft dokter je al gezegd dat zweren zonde is? Hoort hij me dan in Podolsk? Als hij thuis is, doe ik mijn mond niet open. Dat is ook onzin. Waarom? Heeft hij je iets gedaan? Heeft hij je gekrenkt? God bewaren, wie dat zegt, zal het eten in de keel blijven steken. Ik schaam me om mijn mond open te doen als dokter er is. Ja, hij is een geleerde, u bent als een moeder voor me. U lacht als ik domme dingen zeg. Oh, hoort u het? De begin is alweer. Ja, stil zijn, hoor je me? Schande van God. Mensen zonder een geintje verstand. Koppen zo groot als pompoenen met niks erin, helemaal leeg. Ze begrijpen niet eens wat je tegen ze zegt. Ik heb ze verteld dat dokter in Podolsk is, op het landgoed bij de vorstin. Ook al Benka viel hem terug met de koets, dan duurt het toch nog wel even. Paarden zijn nu helemaal paarden en geen vogels. Ik heb het ze gezegd, eenmaal, nog eenmaal, met kalmte, met geduld, als een moeder. Oh, jij, Havelen, met kalmte en met geduld? Vlug, vlug, geef me het grote bord. Zo, daar is de eierkoek. Mooi, hè? Hij lijkt wel van zuiver goud. Oh, wat doet u dat toch handig. Ik ben altijd bang dat die zal vallen, maar nee, nooit. Zulke eierkoeken als de uwe, daar kun je de hele wereld voor afzoeken en je zult ze niet vinden. Zelfs niet bij een koning op tafel. Ja, waarom lacht u nou, mevrouw? Maar Havelen, is het dan niet om te lachen? Ik weet dat je een goed hart hebt. Je bent een braaf kind. Maar als jij zegt dat je met kalmte, met geduld en als een moeder tegen het boeren hebt gepraat, dan moet ik lachen. Want je hebt een tong die je zo glad als een bezem van rijst houdt. Als een bezem van rijst houdt? Dat ontbreekt me nog net aan mijn bezem. Ah, waarom ook niet? Ben ik niet een wees? Waarom niet? Hoe hebben de mensen mij behandeld voor ik bij u kwam? Met 3 bezems, dat wil ik u wel vertellen. Ik wilde je niet beledigen, kind. Ik moest alleen lachen omdat je zei als een moeder. Als je zo'n kind hebt, zo'n parel van een kind dat u mevrouw onbeschieën, onberoeën en zoveel goede jaren voor mij als ik u gun... Dan is het geen kunst om alleen met de aaien te kussen. Maar als je kinderen hebt die dom en koppig zijn als die boeren daarbuiten, moet een moeder dan niet streng zijn. Oh, stil! Direct stil!
Mevrouw zal God bewaren een hoofd van krijgen van jullie geschreeuw. André, waarvoor ben jij eigenlijk veldwachter als de mensen niet doen wat je zegt? Vorstin Blavatska heeft weer pijn. Haar vijanden zullen het krijgen. De dokter moet een mosterdpleister opleggen. Denk je dat het zomaar gaat? De dokter komt wel. Hebben jullie allemaal je medicijnflesjes en zalfdoosjes meegenomen? Ja. Mooi zo. Blijf dan maar rustig zitten wachten en stil, begrepen? Wacht maar rustig achter, is geen brand. Dat heb je goed gedaan, Havelen. Je bent een verstandig meisje. Verstandig meisje. Plotseling ben ik een verstandig meisje. Dat zegt u alleen omdat het u spijt dat u bezem tegen me gezegd hebt. Dat ontbrak me nog net. Wel ja, dat ontbrak me nog net. Klein ben ik als een kat, handen heb ik als een zigeuner in mijn haar, God bewaren. Het lijkt wel stro en het wil maar niet groeien. Nou, het circus hier is geweest, roepen de kinderen me na, Hawa de egel. Ach, kinderen zijn dom. Nou, kinderen zijn helemaal niet dom, mevrouw. Jutta, Jutta noemen ze de kikker. En hupt ze niet als een kikker met de ongelijke benen? En Salman noemen ze Salman de trein. En is het niet net alsof er een trein voorbij gaat als hij langzaam op de straat slopt met zijn grote voeten? Oh, wat kan ik eraan doen? Mijn haren zijn net de stekels van een egel. En nou is mijn tong een bezem. Ach, waarom niet? Ben ik geen weeskind? Goed, het is 1 uur. Dokter zal direct wel komen. Vlug, vlug mevrouw. Trek uw mooie gebloemde blouse aan en kap uw haar. De vorstin heeft u toch zo'n mooie zilveren haarborstel gestuurd? Eerst moet ik de tafel dekken. Ah, dat doe ik wel, dat doe ik wel. Ga gauw en blijf gezond, mevrouw. Oh, als ik zulk mooi glanzend haar had als u, zou ik het wel 10 maal per dag voor de spiegel komen. Oh, mal meisje. Goed dan, ik ga. Vergeet het zoutvaatje niet. Ik ga me een beetje mooi maken. Oh, niet een beetje, heel mooi, mevrouw. Dokter brengt immers die vreemde meneer mee, die ingenieur. Wat praat je toch allemaal? Moet ik me mooi maken voor een vreemde man die geen Jood is? Als hij een Jood was, zou de zonde groter zijn. Je maakt me boos met je goddeloze praat. Bij mijn geloof en mijn leven, ik maak maar een grapje. Och, iedereen weet toch wat voor een deftige, fijne dame u bent, mevrouw. En ik weet dat het beste van allemaal. Oh, u wilt alleen mooi zijn voor dokter. En zo'n man als dokter vind je ook niet gauw weer onberoeien. Maar ga u nou mevrouw verkleden. Eerst hield hij van mij, toen hield hij van haar. Waarom is de wereld zo slecht? Hawa! Hawa! Hé! Mendele! Oei, wat laat je me schrikken. Waar kom je vandaan? Je lijkt wel een geest. Oh, geen geest. Spring levend, godzijdank. Ik ben door het raam gesprongen. Voor de deur zitten zoveel boeren dat je er bang van zou worden. Het lijkt wel het halve dorp. En al was het hele dorp bang. Heur in de hemel, Mendele, wat zie je eruit? Oei, je vaders hart zal hem omdraaien in het lijf. Waarom? Ben ik zo lelijk geworden? Je ziet eruit. Ja, je wil me niet bezondigen, maar je ziet er helemaal niet meer uit als een Jood. Mooi of niet? Oh, dat is voor een man niet belangrijk. Mooi? Je bent dezelfde bromvlieg gebleven die je altijd bent geweest. Ook koppig als een ezel. Goed, ik zeg niet dat je lelijk bent, maar je ziet eruit als een gooi. Zo waren ze kleed precies als een gooi. Oei, wat zal je vader wel zeggen? Mijn vader zal er wel aan wennen dat ik geen baard draag. Zijn moeder heeft er ook aan moeten wennen dat hij zijn slapenlokken liet afknippen. En toen mijn minker zo huilde, heeft hij het goed gevonden dat zij haar eigen mooie haar hield. Zo vroom als hij is. Het is die baard niet alleen. Wat voor kleren heb je toch aan, Mendele? Zo'n korte jas en zulke rare lappen op je schoenen. Wat is er toch aan de hand? Is in Krakau het leren? Rare lappen. Wat een nest is die er toch. Dat zijn slopkousen. Die draag ik omdat het mooi is, elegant en deftig. Zeg eens, Hawa. Hoe zie ik eruit? God bemint de waarheid, daarom zal ik het zeggen. Je ziet eruit als een prins, Mendele. Bij mijn geloof als een prins. Waarom kom jij zo onverwacht? Is vader al in zijn kamer? Heeft hij al spreekuur, Hawa? Je wilt met je maminka alleen praten, ik begrijp het. Je vader is al niet terug, hij is in Podolsk. Mevrouw is alleen, ze is in de salon. Ga maar gauw. In salon? Ja, ze haalt de hoezen van de stoelen. Dokter neemt een vreemde heer mee, een vriend van vorstin Blavatska, een ingenieur. Ze gaan hier rails leggen. Boberka komt aan de spoorlijn te liggen. Wat zeg je daarvan, Mendel? Mooi zo, prachtig. Maar ik ga vlug naar mijn moeder. Ik moet met haar praten. En je vader mag het zeker niet weten? Nee, wijsneus. Hoe oud ben je eigenlijk? Nog altijd 3 jaar jonger dan jij, dat verandert niet. Oh, dan ben je eigenlijk al een volwassen meisje. Niet te geloven. Waarom niet te geloven? Hoe zie ik er dan uit? Oh, eerder als een jongen dan als een meisje. Je hebt er altijd uitgezien als een kleine jongen. Als een jongen? Dat ontbrak me nog net. Wat zal
zullen vandaag nog allemaal te horen krijgen. Een jongen met een bezem in de mond, het is om weg te rennen naar de boze geest. Hava, ik vind het erg leuk dat je zo'n fel wild ding bent. Misschien ben je toch wel een meisje. Dat wil ik wel eens zien. Ik ga je een kus geven. Ja, doe nou, Mendele, doe nou. Vergelijk die bruine klauwen van mij eens met die fluweelzachte handjes van jou. Jij wilt me kussen. Ik ben tienmaal zo sterk als jij. Oh, maar dom kind, ik zeg toch niet slaan. Ik zeg kussen. Dat doet geen pijn. Ik vind je aardig. Als je kwaad bent, fonkelen je ogen als twee zwarte sterren. Ja! Wat zijn het voor praatjes? Door zulke onzin leer jij in de stad? Mag jij zo tegen een fatsoenlijk meisje spreken? Hoepel op, niks nut. Je vader komt direct. Ach, je hebt gelijk, ik ga meteen. Maar straks zullen we het er nog wel eens over hebben. Waarover? Over die kus. De meisjes in de stad zijn verstandig. Die zijn niet bang. Nou, dat zal wel, maar ik ben een dorpsmeisje. Zo vleier. Zwarte sterren. Oh, hij ziet eruit als een prins. Wat wil hij van zijn moeder? Zeker weer geld? Oh, kan ik hem niet begrijpen? Zou ik het hem niet geven? Maar enige zoon en mooi als de dagen raad. Twee zwarte sterren. Die vleier. Goedendag, goedendag mensen. Nee, nee, jullie moeten nog even wachten. Laat me eerst eten. Meneer Nowitzki, komt u toch binnen? Nee, nee, naar u dokter. Nee, u bent mijn gast. Dag Hava, daar is mijn vrouw. Ik haal hem meteen, ik ga. Aardig meisje, zeker familie van u. Nee, ze is geen familie. Het is moeilijk te zeggen wie ze is. Ze krijgt loon, maar ze woont bij ons in en is meer een kind dan een dienstmeid. Een juweel voor mijn vrouw, ijverig, trouw. Wij hebben jammer genoeg maar één kind, maar dat is dan ook een goed kind. Mijn zoon studeert in Krakau, recht? Ach, mevrouw, bedient u mij vandaag zelf? Nou, dat vind ik erg pijnlijk. Waar is dit meisje? Hava is naar het dorp. Dan wacht ik toch wel. Waarom? Hier is uw soep. Ik bied u nogmaals mijn verontschuldiging aan, hoor. De dokter heeft me bevolen hier een week of twee, drie te eten tot mijn maag weer wat in orde is. Maar ik dacht toch dat er hier een keukenmeid was om te koken. Ik wist niet dat ik u zoveel last bezorgde, mevrouw. Laat het u goed smaken en maak u maar niet ongerust. Ik kook vaak voor de patiënten van mijn man. Een jong haantje of een eierkoek of zo. Jawel, maar volledig pension geeft hij toch zeker niet zo vaak? Nee, maar mijn man heeft gezegd dat het een schande is zoals u met dat eten in de herberg in Boberka uw maag bedorven hebt. Dat verwondert me niets. André, onze veldwachter, heeft me verteld wat ze daar brouwen. Stenen en stro. Ja, natuurlijk is dat overdreven. Maar ik ken de waardin nog uit de tijd dat ze uit wassen ging. Die wist niet eens wat ze at. Hoe zou ze dan kunnen koken? Stenen en stro. Hij heeft gelijk, die veldwachter. Ja. Ik geloof dat ik me daarmee de laatste maanden heb gevoed. Voelt u zich nu al wat beter? Ah, onvergelijkelijk veel beter. Dat heb ik aan u en in de eerste instantie aan uw hooggeëerde echtgenoot te danken. Zoals Ties een diagnose stelt, dat is een echte tovenaar. U moet namelijk weten, mevrouw, dat ik vreemd genoeg helemaal niet gevoeld heb hoe zwaar die stenen op de maag lagen. Nee, ik voelde ze op mijn hart. Ik kon niet ademhalen, ik had een afschuwelijke druk op de borst. Ik ben er natuurlijk nog te jong voor, maar ik dacht, Tadek Lewitsky, dit is het einde. Jij zult een hartverlamming krijgen voor je 30 bent. God bewaar, zoiets mag me zelfs niet denken. Ach, lieve mevrouw, ik vind sterven niet zo erg, maar toch, ik wilde mijn werk opgeven en naar huis gaan om een professor te consulteren. Ieder schepsel hangt nu eenmaal aan het leven, nietwaar? Natuurlijk. Het leven is een genade God, een geschenk. Wij Joden danken onze God elke morgen na de slaap dat hij de ziel verlof heeft gegeven in het lichaam terug te glijden. De Joden zijn een vreemd volk. Elke dag? Ja. Smaakt de soep? Heerlijk, mevrouw. Het doet me plezier. Maar u bent toch niet naar huis gegaan? Nee, nee, nee. Ik zei tegen vorstin Blavatska dat er een eind zou komen aan onze avonden samen. Ik speel namelijk 2 maal per week kaart met de vorstin. Hè? Ja. Wat moet je in dit gat anders beginnen met je vrije tijd? Maar de vorstin zei heel resoluut, niets daarvan, mijn jongen, jij gaat niet naar een professor, dat is weggegooid geld. Ik ben bij alle beroemde dokters in Krakau, in Warschau, in Wenen, in Parijs geweest. En ze hebben me alleen een hoop geld gekost en geen één heeft me geholpen. Dokter Mandelblut, dat was de enige die mij heeft aangeraden mijn krukken weg te gooien. Hij zei het direct, zijn niet de benen, het is de rug. En zo is het. Nu heb ik wel vaak pijn, maar ik ben geen invalide.
Ik vertrouw alleen Berko Mandelbluut. En jij gaat naar hem toe, mijn zoon. De vorstin is de beschermvrouw van mijn man. Ze heeft hem op haar kosten laten studeren. Oh ja? Ja. Ach, wat interessant. Daar heeft ze geen woord van gezegd. Zal ik uw bord wegnemen? Nee. Ik praat wel te veel, maar die soep die moet ik opeten. Die balletjes die erin drijven smelten op je tong. Het recept van die farfelen heb ik nog van mijn moeder zalige. Hoe noemt u die? Farfelen. Gerstenballetjes. Farfelen, dat moet ik onthouden. Farfelen. Ook zelf gemaakt? Bij ons wordt alles zelf gemaakt. Zelfs het brood bakken we zelf, zoals ik het van mijn ouders zalige heb geleerd. Mijn vader was rijk, maar mijn moeder maakte alles met haar eigen handen klaar. Ja, in de eerste plaats omdat mijn vader er dan zeker van was dat ze zich aan de spijswetten hield die in onze godsdienst zijn voorgeschreven. Dat kippetje is verrukkelijk, mevrouw. De Joden zijn een verstandig volk. De duivel mag me halen, een verstandig volk. Eerst verzinnen de mannen honderden chicanes voor het koken. En dan vertrouwen ze alleen hun vrouw en die maken dan de heerlijkste spijzen. Koken alle Joodse vrouwen nou zo goed als u, mevrouw? Mijn moeder, ze rustte in vrede, was een beroemde kokin. Ik heb een kookboek. Oh ja, die eierkoek op de eerste dag. Zal ik mijn leven lang niet vergeten. Nou, vandaag zou u er weer een gekregen hebben. Mm. Nou, we hoorden dat er een kind was geboren. En toen heeft Hava hem naar de kraamvrouw gebracht. Een kind? Daar drinken we dan op. Gezondheid. Op het leven. Waarom drinkt u niet, mevrouw? Dat ben ik niet gewend. Wij drinken alleen op feestdagen, zoals het is voorgeschreven. Ach, een gecompliceerd leven. Proost, dan drink ik een glaasje voor u. Is het kind familie van u? Nee, het is een zigeunerjongen. Zijn moeder is Jolina, mijn wasvrouw. Oh, arme ziel. Het is haar zesde kind. Ja, kinderen zijn een zegen, maar als je al die mondjes moet vullen... En haar man is een luiaard. Die maakt zo nu en dan eens een pot, veegt eens een schoorsteen... Maar doet verder niets dan viool spelen, slapen en drinken. En die arme Jolina moet de lieve lange dag wassen. Het is zwaar werk. Ja, ze moet wel. Ja. Nou, er is hier verschrikkelijk veel ellende en domheid. Ik hoop dat er veel veranderen zal als de spoorlijn hier langs loopt. Contact met de wereld betekent vooruitgang. Maar als ik hier in die dorpjes en gehuchtjes kom, dan denk ik altijd dat we niet in het jaar 19-1 leven, maar in 18-1. Zo achterlijk is alles hier. Mijn man zegt dat vooruitgang niets anders is dan haast. Alles gaat vlugger en vlugger. Maar daarvan wordt een mens niet beter en niet gelukkiger. Zegt de dokter dat? Vreemd voor een wetenschappelijk gevormd man. Misschien heeft hij gelijk, maar toch. De tijd moet stromen zoals het water stroomt. Anders krijgen we moerassen en miasma. Wat is dat? Giftige gassen, ja, dat is niet zo gemakkelijk uit te leggen, mevrouw. Een soort ziekteverwekkers. Oh, nou, dat is het terrein van mijn man. Hij is de dokter. Wordt uw zoon ook dokter? Ja, hij heeft me wel verteld dat hij studeert. Hij werd toegelaten met behulp van een vorstin. Het is niet gemakkelijk voor een Jood om op de universiteit te worden toegelaten. Maar mijn Mendel, hij noemt zich nu Mitek, wordt advocaat. Geen dokter. Ach, ja, dat heeft uw man mij verteld, ja. Uw zoon is een bijzonder aardige jongeman. Buitengewoon charmant, mevrouw. Dank u, meneer Lewitsky. Ik ben zijn moeder en ik mag niet pochen, maar mijn zoon wordt door iedereen aardig gevonden. Onberoef. Dat doet maar mijn moeder, denk ik. Die is ook zo bijgelovig. Wat er ook gebeurt, heeft altijd een spreuk bij de hand. Dat interesseert me namelijk en dan schrijf ik dat op in een boekje. Misschien publiceer ik het nog wel eens. Luister dan maar goed naar Hava. Dan zult u meer dan genoeg te schrijven krijgen. Soms begrijp je niet wat ze wil zeggen, omdat ze zoveel bezweringen doorheen vlecht. Oh ja, dat verlegen kind? Ja. Maar ze heeft nog geen woord met mij gewisseld. Oh, ze schaamt zich. Een vreemde maakt haar verlegen. Oh, verlegen is een beetje zwak uitgedrukt. Ik zou liever zeggen bang. Ja, bang. Ze zet het bord voor meneer zonder me aan te kijken. Ze draait het hoofd weg om mijn ogen niet te ontmoeten. Oh, die arme ziel. Ze is wees. Waar zou ze de moed vandaan moeten halen? Met de boeren durft ze wel te praten en hoe. Maar een heer uit de stad, ja, dat is wat anders. Onbevangen praat ze alleen met mij. Ik moest u voor Jolina bedanken voor de eierkoek. Oei, hebt u meneer zelf te eten gegeven? Nee, kind, daarvoor geef ik mijn toestemming niet. Perl, hij is daar toch onder niet-Joden zo eenzaam als een vinger. Hij moet net zo doen als zij, anders maken ze het moeilijk. Als hij vlijtig studeert, heeft hij helemaal geen tijd voor feesten. En ook al koopt hij die zwarte jas en dat zijden vest... Dan zal toch niemand vergeten dat hij een Jood is. God bewaren, dat wil hij toch helemaal niet. Maar die jonge baron Gimlitz heeft hem uitgenodigd op een bal. Stel je voor, een zoon van Joodse ouders wordt uitgenodigd in een adellijk huis.
Dat bevalt me helemaal niet. Wat heeft Mendel daar te zoeken? Gaat hij misschien met die deftige freules dansen? Je moet met je tijd meegaan, Bel. Waarom niet? Die deftige freules zullen hun handen niet vuil maken als ze met onze Mendelen dansen. Hij is vast de mooiste van allemaal. Dat loopt nooit goed af, Esterke. Ik ben bang. Mitek noemt hij zich. Belachelijk. Wat hindert dat nou toch, Bel? Waarom zou hij afsteken als een brandnetel op de wei? Jij hebt ook je pij eens laten afknippen. En je moeder huilde erom als een kind. Maar ben je daardoor een slechte Jood geworden? Ben je geen Talmud kennen? Ook al heb je met niet-Joden op dezelfde schoolbank gezeten? Lieve vrouw, ik heb in de stad alleen maar gestudeerd voor mijn examens. Ik had daar geen vrienden, geen Joodse en geen christelijke. Ik heb elke dag naast mijn studie voor de universiteit ook nog in de Torah geleerd. Ik werd niet uitgenodigd op de bals van jonge edelen. Ik moet je wel zeggen dat ik nog steeds niet begrijp waarom Gimlitz hem uitgenodigd heeft. Waarom? Als die jongen een Rothschild was, natuurlijk. Dat zou ik begrijpen. De adel verkeert vaak in geldnood. Kan hij niet gewoon goede vrienden met hem geworden zijn? Zo'n mooie jongen als onze Mendelen, wie kan daar zijn hart voor sluiten? Hij is een sieraad voor elk paleis, met zijn lichte ogen en zijn blonde haar. Hij ziet er helemaal niet uit als een Jood. Misschien vertelt hij niet wat voor een zwarte baard zijn vader draagt. Waarom begin je nou over je baard, Perl? Wat heeft die met een bal te maken? Hij verheugt zich op dat feest als een kind. Begrijp je dat dan niet? Heb je hem zelf niet meegenomen naar de jaarmarkt en naar het circus toen hij nog klein was? Daar was hij ook niet in de schoen. Daar was hij met niet-Joden samen. Is het niet waar wat ik zeg, Perl? Ja, waarom zou je een onschuldig kind geen pleziertje gunnen? Maar toen liep hij aan mijn hand. Ze wisten allemaal dat wij Joden waren. Jij draagt ook geen kaftan. Nee, maar een lange jas, een baard, een brede hoed. De domste boer herkent een Jood die zo gekleed is. Waarom draagt Mendel niet tenminste een lange jas? Dat is niet modern, Bel. Daar is hij te jong voor. Hij is toch nog zo klein. Nu hij weer een glad gezichtje heeft, ziet hij eruit als voor zijn bar mitzwa. Als ik hem aankijk, bloedt mijn hart. Hij lijkt wel een vogeltje dat uit het nest is gevallen, zo verschrikkelijk jong en alleen in de vreemde. Laten we hem toch een pleziertje gunnen. Hij is ons enig kind, Beryl. Vergeet dat niet. Ik weet echt niet waar ik het geld vandaan moet halen, Esther. De boeren betalen in natura. De arme Joden beloven dat ze me zullen betalen als het hun beter gaat. Wat kunnen ze eraan doen, de arme stumpers? En de rijken die brengen het geld als het hun uitkomt. En aanmanen kan ik ze niet, dan voelen ze zich beledigd. En de vorstin? Kun je niet bij uitzondering voor één keertje... Esterke, wat bezielt je... Van vorstin Blavatska, van mijn weldoenstel zou ik geld aannemen? Alles wat ik me wenste. De sterren van de hemel. Alles kreeg ik van mijn moeder. Ze rust in vrede. En ik kan mijn enig kind niets geven. Huil niet, Esther. Daar kan ik niet tegen. Ja, wat moet ik doen? Je bent beneden je stand getrouwd. Je had een rijke man moeten nemen. Denk je dat ik dat niet weet? De dochter van Baruch Weingarten staat alleen aan het fornuis. Nee, Bel. Ik heb het best. Alle Joodse meisjes wens ik zo'n man toe als de mijne. Alleen voor Mendel, voor mijn kind zou ik meer willen doen. Hoe lang nog? Hoe lang duren die paar korte jaren? Dan zal hij net zo moeten sloven en zwoegen als jij. Goed, laat hij die zwarte jas en dat zijden vest aan mij bestellen als hij het zo graag wil. Hij moet maar tegen de kleermaker zeggen dat ik hem over een paar weken zal betalen. Dank je, Bel. Dank je. Ik zal het hem direct schrijven. Weet je, Mitek heeft me geschreven. Hij is zo slim. Hij weet dat er nooit geld in huis is. Hij schreef dat je me een wissel kon sturen. Mitek, noem jij hem ook al zo? Och, hij wil het zo graag. Waarom zou ik het dan niet doen? Hij wil het zo graag. Goed, ik zal hem een wissel sturen. Maar dan moet jij hem schrijven dat hij vlijtig moet studeren. Hoor je dat, Esther? Van dansen in huizen van graven word je geen goede advocaat. Hij zal wel studeren. Als hij maar gezond blijft, ons enig kind. Duifje, slaap gerust, mijn kind. Veel tranen zijn gevloden, je volk heeft ze vergeten. Waarom zing je toch zulke treurige liedjes, Hava? Hoe moet ik dan zingen, vrolijk? Ja, waarom niet?
Neem me niet kwalijk, meneer Lewitsky, maar waar zit uw verstand? En wie geliet je moed terug zijn? Het begrijpt iedereen. Zelfs een man, zelfs een... Ja, ja, zeg maar. Een niet-Jood, hè? Ik mag op slag stom blijven als het niet waar is. Ik wou zeggen, zelfs een vrijgezel, zelfs een arme stumper zoals u. Bent u nou beledigd? Nee, helemaal niet, Havel, helemaal niet. We hebben toch immers een vriendschapsgedrag gesloten. Wij praten eerder met elkaar, als broer en zuster. Weet u, mevrouw heeft tegen me gezegd dat u natuurlijk maar een grapje maakt, omdat ik altijd zo verlegen ben als u in de kamer bent. Maar ik geloof dat het geen grapje is. Nee, zeker niet. En nu zijn we goede vrienden, nietwaar? Waarom zouden we geen goede vrienden zijn? Ja, dat is goed zeg. Vraag om vraag. Waarom moet een wiegelie treurig zijn, Havelen? Hoe moet een Joodse moeder anders haar kind in slaap zingen? Is haar het hart niet zwaar genoeg? Wat staat haar hartelap te wachten? Hawa, jij bent geen Joodse moeder en daar ligt geen Joods kind. Daar ligt een klein zigeunertje. Moet ik dan een kakoyak zingen van mazurka? Oh, neem me niet kwalijk, meneer Lewitsky, maar waar zit uw verstand? Gaat het kind dan slapen of gaat het dansen? En bovendien, denkt u dat een zigeunerkind zo'n mooi leven heeft? Zoveel zwarte jaren op de hoofden van mijn vrienden. Als een zigeunerkind goede dagen heeft, niks beter dan een Jood. Maar dat wil zeggen, ik ben dom, ik bezondig me. Veel, veel slechter dan een Jood. Want een Jood heeft in het hiernamaalse tuin van Ede en in dit leven het geloof. En denk jij, kleine Havelen, dat wij niet-Joden geen heilige schrift hebben? Geen hemel, geen paradijs? Nee, dat denk ik niet, maar het is voor u anders dan voor ons. Anders hier en anders daar. Hoe dan? Neem me niet kwalijk, meneer Lewitsky, maar waar zit uw verstand? Is dat een vraag die ik kan beantwoorden? Ben ik een geleerde, een rabbi? Ben ik een man die in de shoe leert? Hoe zou ik weten hoe het daar is? Maar soms vertelt mevrouw me in haar goedheid over de tuin van Eden. Soms luister ik naar wat dokter tegen de snor zegt vrijdagavond na het eten. Oei, u eet helemaal niet. Het smaakt u zeker niet wat ik heb klaargemaakt. Het smaakt me heerlijk, Havelen. U bent een goeie, een brave... Niet-Jood. En waarom lacht u me nou uit? Dan wilde ik werkelijk niet Jood zeggen, waarom niet? En waarom wel? Hm? Voor ons is de wereld zo, er zijn Joden en er zijn niet-Joden. En is het misschien bij de christenen anders? Precies zo. Luister naar wat ik u vertel. Hanka, de vrouw die vrijdags bij ons de vloeren komt schrobben, is ziek. Mevrouw laat haar kippensoep en een eierkoek brengen. En wat zegt ze? Mevrouw van de dokter zegt ze is een Jodin, maar toch een goed mens. Maar toch? Zegt die domme boerin over de dochter van Baruch Weingarten. Of neem die oude Pjotter, Die is verlamd. Dokter laat poeders en zalf brengen naar zijn gammelhut. Ik leg ze voor hem neer. En wat zegt hij? De Joden hebben Christus aan het kruis geslagen, maar dokter Mandelbloed zal niet zwaar gestraft worden, omdat hij goed is. Zwaar gestraft? Nou zeg nou zelf, meneer. Loop je dan nogal niet over? Zo zijn de niet-Joden tegen de Joden. Ach, dat moet je je toch niet zo aantrekken, mijn kind. Die boeren hier zijn onwetend en dom. Maar dat wordt anders. Alle mensen zijn broeders. Begrijp je dat? En ze moeten vrienden zijn. Ik begrijp het. En het is heel mooi, ja. Vrienden en broeders. Ik praat ook zo vertrouwelijk met u alsof u mijn bloedeigen broer was. Juist omdat u niet Jood bent. Als u een Jood was, weet ik wel niet of ik het zou mogen. Ik mag met mijn tong niet zondigen, maar er is zoveel verboden, bijna alles. Oei, die arme stumper heeft honger. Ik ben zo terug. Ik breng het even naar Julina in de tuin. Ja? Sjole mijn eigen. Is er iemand? Neem me niet kwalijk. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Is mevrouw er niet? Nee, die is op reis. Dokter ook? Dokter ook. Is er, God bewaar me, iemand ziek? Nee, ik geloof dat ze naar hun zoon zijn in de stad. En kookt Havelen voor u? Ze doet erg haar best. Hoe kan mevrouw dat toestaan? Wat, dat Havelen het waagt haar fornuis aan te raken? Nee, dat ze met een vreemde man alleen in huis is, dat is verboden. De dokter, zo'n geleerd man, hoe kan hij dat toestaan? Ach, bent u met haar verloofd? Verloofd kun je het niet noemen, maar... Aha, ja, ik begrijp het al, Jana. U hebt een goede keus gedaan. Het zal zeker een aardig meisje worden. Vlijtig, verstandig. Wat, hè? Is ze het er niet? Voorlopig is ze nog maar een kind. Oh ja? Waar is ze? In de tuin bij de wasvrouw. Is Jolina er? Dan ga ik ook naar de tuin om met Haven te praten. Tot ziens. Tot ziens. Vrede. Vrede met het Joodse volk. Ik werp me aan uw voeten neer, edele graaf. Ik werd zomaar in de adelstand verheven, dat gaat wel gemakkelijk. Goedemorgen, vrouw. Mevrouw Mandelbloed is op reis en de dokter ook.
Ze zijn zeker naar Mendel toe. Waarschijnlijk wel, ja. Ik ben gekomen om het lot van het arme weeskind aan te trekken. Ze mag niet alleen aan de boze geesten worden overgeleverd. Bij mij zijn er 4 in huis, onberoven. Niet 1. Ze kunnen elkaar opvoeden en op elkaar passen. Dat arme kind, die halen. Ja. Wat moet jij niet, Roeta? Een goed jaar en blijf gezond. Zeg, heb je me niet gehoord? Ik heb afscheid van je genomen, ik heb blijf gezond gezegd. Ik ben blij dat je zo vrolijk bent en grapjes maakt. Ik heb geen tijd om lang met je te praten. Ik moet meneer de ingenieur te eten geven, dat heeft dokter gezegd. Zal ik aardappelpuree maken? Ja, Hava, graag. Ik wou eens komen vragen of Mendel, God bewaren, ziek is geworden. En wanneer mevrouw en de dokter thuiskomen. Ziek zullen mijn vijanden worden. En hoe zou ik weten wanneer dokter en mevrouw thuiskomen? Ben ik hun moeder dat ze mij moeten vertellen wanneer ze gaan en wanneer ze komen? Ik zou je eens wat zeggen, Goeta. Je moet naar huis gaan. Anders van je kind al de hersens nog in, God bewaren. En je moet ze ook eens wassen. Het hartdraadje om in je lijf als je ziet. Het lijkt wel of het uit de zwijnenstal komen. Arme ziel. Een weeskind. En niet goed bij de hoofd. Al tot ziens, hele heer. Zeg, Bent, weet alles en komt vragen. Dat het vreemde gebeuren haar verslinde. Wacht even, Hava. Wacht even, dat moet ik opschrijven. Dat ken ik nog niet. Nou, dat zegt men als men het over een smerige heks heeft. Aha. Spuw op de grond, meneer. Ze heeft het boze oog. Iedereen weet het, daarom noemen ze haar Goeta de Adder. Zo, zo, zo. Oh ja, zeg, een jonge man heeft naar je gevraagd, Hava. Ah, dat weet ik. Gershon de Bosman. Maar die kan ik missen als een gat in mijn hoofd. Oh, door al die ongenode gasten is mijn eierkoek ingezakt. Oh, eet hem gauw op, hij is nou nog warm. Wacht even, dat moet ik opschrijven. Dat heb ik ook nog niet. Als een gat in mijn hoofd. Ja, wat zou dat nou? Dat zegt men. Je kan ook zeggen als een steen in mijn hoofd, maar dat is hetzelfde. Havelen, hoe oud ben jij eigenlijk? Wat denkt u? Hoe oud zou ik zijn? Wow, 12. 13 zou ik zeggen. U kunt het niet raden. Het is namelijk een wonder dat Shamayahu de wijze man heeft gedaan. Ik ben pas 7 jaar. Dat kan niet, Hava. Het is een wonder. Ik ben 17, maar ook 7. Overdrijf toch niet zo verschrikkelijk, Berko. Waarom moeten jullie Joden altijd zo overdrijven? Ik vind het niet zo erg. Waarom zou Mendel geen toneelspeler worden als hij talent heeft? Toneelspeler? Dat is geen beroep voor een Jood, Hoogheid. Oh nee, en waarom niet? Kun je me dat uitleggen? Moet een Jood altijd met zijn hoofd werken? Voor de kunst heb je een hart nodig. De kunst, dat is iets heerlijks. Het zou ik gelukkig zijn als mijn zoon werkelijk schilder geworden was, zoals hij van plan was. Op die scholen wordt niet serieus genoeg gestudeerd. Ach, wat? Heeft de academie helemaal niet bezocht. Op de 3e dag heeft hij haar leren kennen. Het is niet de schuld van de academie, nee, het is mijn schuld. Mijn schuld. Eerst vergooi ik me als jonge snotneus met strikken in het haar. En een oude wellusteling. En naar alles wat ik met hem heb meegemaakt, stuur ik zijn zoon naar dat Babel der zonde. Ja, we kunnen jammer genoeg niet in de toekomst kijken, anders zouden we allemaal verstandiger zijn. Ik kan in de toekomst van mijn zoon kijken. Het is verschrikkelijk wat ik daar zie. Mijn enig kind. Altijd hebben jullie medelijden met jezelf, jullie Joden. Hoeveel nakomelingen hebben de Blavatskys? 1, ook maar 1. Nou, en wat doet die? Die zit in de kassa van een sjovele tingeltangel en verkoopt kaartjes voor onfatsoenlijke vertoningen van een schaamteloos vrouwspersoon, Vorstin Blavatska. Nee, ze heet precies als ik. Denk je dat dat prettig is voor mij? Ik begrijp uw grote verdriet, waarde vorstin. Uw zoon is ver beneden zijn stand getrouwd. Hij heeft geen kinderen. Maar desondanks, u behoeft niet bang te zijn voor zijn zielenheil. Hij is het geloof van zijn vader trouw gebleven. En jouw Mendel? Heeft hij zich dan al laten dopen? Alleen omdat hij zich een Mrs. Law noemt en toneelspeler wil worden? En jij? Je bent toch ook dokter geworden en desondanks een vrome Jood gebleven? Of schoon je natuurlijk, godzijdank, niet veel tijd hebt om in je schoel te hokken, zoals die dagdieven. Op mijn erewoord, Berko. Voor mij zijn het dagdieven. Hun hele leven doen ze niets anders dan altijd dezelfde oude boeken lezen. Hun arme vrouw moet het hele dag last dragen, geld verdienen en de kinderen opvoeden. Jou mag ik graag, Berko, dat weet je. Jou en je gezin. Je mooie Esther en je knappe zoon.
Ach, wie heb ik anders om lief te hebben? Maar ik zeg je de waarheid. Jou mag ik graag, maar je volk niet. Ik ben een betere antisemiet dan christen. Ja, ik beledig je, hè? Wij houden er rekening mee dat men niet van ons houdt. Waarom? Het is de realiteit. Joden zijn realisten. Niet waar, dat is helemaal niet waar. Jullie zijn mystici en dat werkt de ander op de zenuwen. Dag en nacht zeggen jullie tegen jezelf dat jullie Joden zijn. Waarom doen jullie dat, Berko? Dat is moeilijk uit te leggen, hoogheid. Ja, probeer het toch maar. Zo dom ben ik nog weer niet. Oh nee, helemaal niet, waarde vorstin. Ja, wel. Ons geloof is de enige bodem die wij onder onze voeten hebben. Gespannen als een dunne snaar tussen geboorte en dood. Wij moeten geconcentreerd ons evenwicht bewaren om niet in de afgrond te storten. Afgrond, afgrond. Hou weer zo overdreven. Zo praat jij, een ontwikkeld man. Hoe kun je dan verwonderen over die orthodoxe kwezels? Het zijn net uilen. Precies uilen. Zwarte kaftans en woeste baarden en gebeden dag en nacht. Jullie zijn koppig en verwaand. Iedere oude kerel verbeeldt zich dat God niet anders te doen heeft dan te controleren of hij wel alle geboden nakomt. Vijbel, de timmerman, heeft mijn bankstel in de blauwe salon gevernist. Heel goed, moet ik zeggen, hoor. Maar de hele dag heeft hij geen hap eten genomen. In een adellijk huis heeft hij alles versmaakt, die belediging. U mocht hem dat niet kwalijk nemen, hoogheid. Hij is heel vroom, hij houdt zich stipt aan de voorschrift. Ja, dat zeg ik toch. Arrogant is je volk, beste Berko, met zijn strenge religie. Alleen water heeft hij gedronken en over elke druppel lange zegebeden gepreveld. Daar bang van. Hoe kan een mens leven en van de wereld genieten als hij voortdurend gesprekken voert met zijn schepper? Berko, ik herhaal, het is jammer dat jij niet mijn zoon bent. Maar je volk, ik kan jullie niet zien. Hoogheid, ik ben blij dat de poeders zo goed hebben geholpen. U moet de baden en de massage met brandewijn nog een tijdje voortzetten. Ja, nou ben je beledigd, hè? Nou ben je boos. U bent mijn weldoenster, hoogheid. Ja, maar toch een slang, hè? God bewaren. Nou, wat denk je dan? Ik denk dat het moeilijk is de Joden te begrijpen als men zelf geen Jood is. Bovendien... Nou, zeg het maar. Zeg het maar. Je weet dat ik van de waarheid houd. Bovendien geloof ik dat u veel goedhartiger bent dan u wilt lijken. Ach, de duivel zal je halen. Joden zijn slim. Ja, je hebt niet helemaal ongelijk. Maar verbeurt je maar niet te veel, hoor. Helemaal gelijk heb je ook niet. Het gaat niet om de goedheid. Het gaat om de kracht. Ach, ik zou graag sterk willen zijn. En wat ben ik, Berko? Jou zeg ik het, omdat ik jou vertrouw. Ik ben zwak als een dor blad. Geel, droog. Goed om kapot te wrijven en teven te zetten. Maar nee, ik klamp me vast. Ik geef het niet op. Oud, beverig, toch blijf ik aan dat dak hangen. Ik geef het niet op. Ik wil nog lang leven tot ik 120 ben. Net als jullie Joden. En weet je waarom? Ieder mens wil graag lang leven. Ach, maar nee, dat is het niet. Dan hupt ze daar rond in haar schandelijke kleren tot haar kuiten verschrompelen. Van mij zal ze niet erven. Ik ben een Uwiaanse. Die leven allemaal lang. En zij, is zij beter dan een straatmeid. En het is bekend dat straatmeiden jong sterven. Ja, het is heel treurig. Ja, Berko, ja. Weet u, hoogheid, wat de Joden elkaar toewensen? Natuurlijk weet ik dat. Ik heb het 100 malen gehoord. Leef lang en wees gezond. Maar dat maakt niet gelukkig, Berko. Je wordt oud en je bent teleurgesteld. Ja, daarom voegen wij er ook een derde zegenwens aan toe. Beleef vreugde aan uw kinderen. Dank. Duizendmaal dank, moeder. Lieve Maminke. Wacht maar, u zult zien dat u trots op me kunt zijn. Als God het wil. God is een vader. Ja, maar niet zo streng als de mijne. Mitek, praat niet zo. Je vader is goed en wijs en vroom. Veel te vroom, moeder, veel te vroom. Het is een schande.
Hij is toch een academisch gevormd man. Maar hij leeft niet in de 20e eeuw. Hij leeft met zijn overgrootvader en niet met zijn zoon. Wat heeft hij mij de hele dag gevraagd toen jullie bij me waren? Waar blijft het geloof? Waar blijft het geloof? Dat is het enige wat hem interesseert. De duistere middeleeuwen, moeder. Die willen de Joden vasthouden. En dan zijn ze verbaasd dat er antisemieten zijn. Ja, maar wat zou je dan moeten vragen, Hartje? Wat u gevraagd hebt. Hoe het met me gaat. Of ik vrienden heb. Of ik vrienden heb. Of ik goede vooruitzichten heb. Maar vader wil alleen maar dat ik een goede Jood blijf. En waarom? Omdat hij van je houdt. Hij wil je geluk. Alleen een vroom man is gelukkig. Ach, neem me niet kwalijk, maar Minka, ik hou veel van u. Maar hoe kunt u zoiets kinderachtigs zeggen? In uw ouderlijk huis hebt u Pools en Frans en borduren en schilderen geleerd. U hebt mooie zijjurken gedragen. Waarom? Omdat uw vader vroom was. Hij was vroom. Ja, Fijbel de Timmerman is ook vroom. En hoe leven zijn kinderen? Als bedelaars. Nee, maar Minke, u hebt alles kunnen krijgen omdat uw vader bankier was. Geld, daar gaat het om. Zonder geld is het leven niets waard. Ja, maar verdient een toneelspeler dan zoveel? We hebben een heel mooi stuk gezien in Boberka van de winter. Maar de toneelspelers, Mendel, zagen er allemaal uit als hongerlijders. Dat moet ik je toch zeggen? Ik wil niet naar het Joodse theater, maar Minke, oh nee. Ik wil een groot kunstenaar in een Pools theater worden. Dat zullen ze niet goed vinden, Hartje. Er zijn overal antisemieten. Als ze horen dat je een Jood bent. Moet ik dat dan van de daken schreeuwen? Mendel, je zult je toch niet voor schamen. Wij zijn het uitverkoren volk. Ja, uitverkoren om alle leed en alle schande te dragen. Wij zijn niet slechter dan de christenen, moeder, maar ook niet beter. Als men mij vraagt, ben je Jood, dan zal ik het toegeven. Maar moet ik er prat op gaan? Je vader zegt dat het zo begint en dat het eindigt met de doop. Als je ons dat aandoet, Mendel, dan zou ik wensen dat ik nooit geboren was. Ik weet het, ik weet het. Bij ons houdt men om een gedoopt alsof hij dood was. Duistere middeleeuwen is dat, moeder. Ha, huil niet, Maminke. Voor u zou ik me niet laten dopen, wees maar niet bang. En nog eens bedankt. Maar zal vader niet merken dat u mij uw parels hebt gegeven? Maak je maar niet ongerust. Je hebt het geld maar voor korte tijd nodig. En ik draag de parels alleen op hoge feestdagen. Dan heb je ze al lang weer uit de lommerd gehaald. Ja. Maar weet u, ik zou toch liever contant geld willen hebben. Ik vind het zo jammer van uw mooie parels. Maar er is geen cent in huis. Dat kan ik gewoonweg niet begrijpen. Andere dokters worden schatrijk. Vader is bemind, hij werkt dag en nacht en er is nooit geld in huis. De boeren zijn arm. Veel Joden in het stadje kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Wat blijft er dan voor de dokter over? Maar ik mag niet klagen. Er is altijd een zak aardappels in huis. Een pot vet, kippetjes, eieren. Het ontbreekt ons God zijn gedankt aan niets. Eten. Altijd eten. Daarvan alleen leeft de mens niet. Wat zul je gaan doen? Soms komt een rijke man geld brengen uit dankbaarheid, maar meestal vergeten ze het. Je kunt ze er toch aan herinneren. Je vader zegt dat ze zich dan beledigd voelen. En de vorstin, die gierige oude slang, is toch enorm rijk? Schaamt ze zich niet dat ze zich gratis laat behandelen? De vorstin heeft vaak genoeg willen betalen. Maar je vader zegt dat hij geen cent van haar aanneemt, ook al zou hij verhongeren. Hij heeft op haar kosten gestudeerd. Ach, God. Nou ja, dan kan ik er ook niets aan doen. Dan neem ik de parels maar. Wees maar niet bang, moeder. U krijgt ze terug. Ben ik dan bang, jongen? Hier, mijn leven. Neem dit horloge. Verkoop het en hou het geld voor sigaretten of voor iets lekkers. Je maminke is zo ver weg. Ze kan voor jou niet koken en bakken. Nee, nee, uw horloge wil ik niet verkopen, nee. Neem het, malle jongen, neem het. Ik had het voor je toekomstige vrouw bestemd. Maar de jeugd van tegenwoordig wil alleen moderne dingen. Misschien zou ze dat horloge lelijk vinden. Het is nog van mijn grootmoeder zaliger. Neem het, Mendelen, mijn kleine Mitek. Voor het duifje, voor je mooie bruid, zal ik een nieuw gouden horloge kopen. Dank u, moeder. Ik zal nooit vergeten wat u voor me hebt gedaan. Mijn vader, die is net een boze stiefvader. Zeg dat niet. Hij meent het goed. Hij is alleen bang dat je van het rechte pad afdwaalt. Jolina, heb je genoeg gegeten? Is je maag vol? Oh ja, kind. Als ik nog meer eet, kan ik niet wassen. Dan moet ik gaan liggen om te slapen. En je drinkt van die zwarte brandewijn. Word je daar dan niet slaperig van? Die geeft mij de kracht om verder te werken. Dus je wilt echt niks meer? Oh nee. Kijk, er zit nog genoeg in de schalen.
Ach, mevrouw heeft als niks gegeten. Zoveel last heeft ze van migraine. Arme ziel. Vrouwen van haar leeftijd hebben allemaal hoofdpijn. Ze heeft migraine, dat zegt dokter. Ha, dat is hetzelfde. Wij zigeuners hebben geen dokter nodig. Wij hebben verstand van kruiden. Zoveel slechte jaren op de hoofden van mijn vrienden als jullie verstand hebben. Mijn hart bloedt als ik zie wat jij met je kind doet. Dokter zou je uitschelden. Hij zou schreeuwen dat de muren ervan trilden. Daar zal het kereltje niks van krijgen. Als er echt zoveel in die schalen zit, nou, dan kan je me wel wat meegeven voor mijn kinderen. Je ziet dat ik geen slechte moeder ben. Oh, het is zonde en schande, Jolina, dat zeg ik je. Wat moet er van die arme ziel worden? Je steekt hem een brandewijn gedrenkt lapje in zijn mond. Een schrik slaat je om het hart als je het ziet. Waarom doe je dat? Oh, hij is zo'n vreedzak. Dag en nacht wil hij aan mijn borst zuigen. En wanneer moet ik dan werken? Ah, wees me niet bang. Van eigen gemaakte bosbessen jenever slaapt hij als een roos. Slaap is goed voor hem, net zo goed als eten. Heer van de wereld, waar zit je verstand, Jolina? Hoe is het mogelijk dat jij klaar wakker en sterk wordt van de drank en het kindje slaperig? Is het misschien een toverdrank? Toverij komt er wel aan te pas, jodenmeisje. Er zitten jeneverbessen in en bosbessen en allerlei wonderbaarlijke kruiden en dauw en de adem van de aarde en de geur van bloemen in de nacht. Onzin, dat geloof ik niet. Kom hier, kind, proef het eens. Een klein slokje. Probeer maar. Nou, dat ontbreekt me nog net. Als mevrouw ziek is, zal ik gaan slapen, zeker. Oh, jij zult er niet van slapen. Wat dan? Aan je minnaar denken. Aan je bruidegom. Ach, Lobeen, ik heb niet eens een bruidegom. In je hart heb je er misschien wel een. En het duurt niet lang meer, dan ben jij een jonge vrouw. Oh ja? Zal ik je de kaart leggen? Ik moet je zeggen dat ik het wel zou willen, maar mevrouw wil het niet hebben. Is het een zonde? Dat weet ik niet, ze wil het niet. Maar, Jolina, ik wil wel een slokje proeven van die donkere jenever. Hij kan niet drijven zijn, er zit alleen maar plant in. Hij ziet er zo mooi uit. Ik zet de hele fles op het buffet. Ik heb thuis nog genoeg. Geef mevrouw er maar wat van. Het helpt tegen hoofdpijn. Nou. Op je gezondheid, Hava. Proost. Op je leven en gezondheid. Wat is die sterk. Hij verbrandt in mijn keel en mijn maag. Oh. Maar lekker, lekker, Jolina. Heerlijk. Nou, zie je nou wel. Je bent meteen een ander mens. Ja. Zal ik je nou de kaart leggen? Mevrouw ligt toch te slapen met een natte doek op haar voorhoofd. Ja, maar... Als je slechte dingen ziet, wil ik het niet weten, Jolina. Kind, de slechte dingen die ik zie, vertel ik nooit. Dat durf ik niet. De mensen haten de zigeuners net zo erg als jullie Joden. Nou, kom hier en schud de kaarten. Mijn handen beven. Nou, wees me niet bang. Zo. Neem er nou een kaart uit. En nou nog een kaart. En er nog één. Wat zie ik? Drie. Drie? Stille waters hebben diepe gronden. Oh, je lacht me uit. De eerste mag je graag. Hem zul je hulp geven. De tweede draag je in het hart. Je zult van tranen beven. De derde heeft je lief. Met hem zul je leven. Dag, Hava. Daar heb je er alleen. Ik zou alleen graag willen weten welke het is. Ik ga dan maar, hè. Wat is er nou weer, Gershon? Hava, ik ben een eenvoudig man. Wees niet boos op me. Ik weet dat ik het niet zelf behoor te vragen. Ik zal de huwelijksmakelaars naar mevrouw sturen. Lach me niet uit. Oh, neem me niet kwalijk, Gershon. Het komt van die jenever, weet je. De brandewijn die de zigeuners van bosbessen en jeneverbessen maken. De een valt ervan in slaap en de ander lacht. Ik lach. Lach mij. Dat vind ik fijn. Je moet nooit huilen. Je moet altijd lachen, mijn kleine Havelen. Mijn? Hebben we de overeenkomst al getekend? Heeft mevrouw ja gezegd? Mijn? Wie zegt dat? Waarom hou je niet van me? Waarom zou ik van je houden of niet van je houden? Ik heb nog tijd genoeg om uit te maken met wie ik onder de baldakijn zal staan. Ik ben pas 7 jaar. Niet waar. Je bent 17. Ach zo.
Gershon de Bosman weet het beter dan Shamayahu de Wijze. Dat heb ik niet gezegd. Maar Shamayahu heeft een jaar geleden gezegd dat ik pas 6 was. Dus ben ik nou 7, heel eenvoudig. Ava, vertel mis, was je werkelijk verlamd? Ach zo, je denkt dat ik een leugenaarster ben. En je denkt dat je het beter weet dan de dokter. God bewaar, dat zeg ik niet. Er zat net zoveel leven in me als in die houten lepel daar. Maar de volgende dag liep je weer rond. De wijze man bad samen met de dokter. En toen gebeurde het wonder. De wijze man, gezegend zijn zijn dagen en mogen hij in het paradijs zitten met een gouden kroon op het hoofd, zei tegen mevrouw. De verloving wordt verbroken. Het verdrag wordt niet ondertekend. Het is een goed werk en wees vroeg uit huwelijken, maar dit kind is te jong. Mevrouw zei, ze is 16, een mooie leeftijd voor een bruid. De wijze man zei, ja, maar Hawala heeft haar vader nooit gekend. Haar moeder verloren toen ze 3 was en is 10 jaar lang van het ene huis naar het andere gestuurd. Als een steen die in het water heen een wereld, de arme ziel. Pas sinds 3 jaar, sinds ze bij u is, mevrouw, heeft ze weer een moeder. Zei mevrouw, ja, en daarom wil ik haar toch juist uithuwelijken. Zei de wijze man, te jong, ze is te jong. U ziet toch dat ze zich niet op haar bruidegom verheugt, maar verlamd is van angst. Waarom? Omdat ze 6 is en niet 16. Jaren zonder moeder zijn voor een kind als de verbanning voor het Joodse volk. Nou, zo is het gegaan, Gershon. Begrijp je dat? Ah, blijf gezond en zoek een andere vrouw op wie je niet zo lang hoeft te wachten. Ik wil geen andere vrouw. En je bent toch 17. Hava. Hava, kom eens hier. Daar ben ik. Ik wil dat jij erbij bent, Hava. Jij behoort tot de familie. Zo, Esther, vertel het ons nu. Maar alles. Je mag nu niets meer verzwijgen. Ik wil je niet kwellen, maar ik moet toch alles weten. Ik moet iets doen. Op hoeveel wissel staat mijn naam? Hoeveel ben ik schuldig? Een vermogen, Bel. Een vermogen. Ze kan niet praten, die arme ziel. Ze heeft te veel verdriet. Ik zal u alles vertellen, dokter. Goed, Hava, vertel jij het dan maar. We waren op niks voorbereid toen plotseling die Goy verscheen. Hij kwam de kamer binnen zonder te kloppen. Een grote, dikke vent. Hij stormde binnen en schreeuwde dat hij van de politie kwam. Hij droeg een pet als een soldaat en barstte van trots als een kalkoen. Hij stond in de kamer als een smerige os. Met zijn voeten ver van elkaar alsof hij ging paardrijden. Woont hier het Joodje Mendelbloed? Vroeg hij. Jood, werd me rood voor de ogen, zo kwaad was ik. Maar mevrouw bleef kalm en waardig. Zou de dochter van Baruch Weingarten zich kwaad maken over een os met een pet op? Dit is het huis van dokter Mendelbloed, zei mevrouw. Zegt het grote zwijn, Jodin, een zwart jaar op zijn hoofd. Jodin, zei die, ben jij zijn vrouw? Zei mevrouw, ja meneer de commissaris, zei die. De wissels waar je man borg voor heeft gestaan zijn vervallen. Hij heeft op de aanmaningsbrief van de bank niet geantwoord. Dan wordt er beslag op de meubels gelegd. En als hij niet betaalt, moeten de Joden allebei zitten. Mietjeslav en Beer. Ik heb nooit een brief ontvangen. Ik durfde hem je niet te geven, Beryl. Ik dacht, ik weet niet. Ik had zo'n migraine. Vertel verder, Hava. Nou, die dikke vent riep door het raam helen. En toen kwamen er 2 lelijke, magere kerels binnen. Oh, ze huppelden als ratten door de kamers. En ze legden overal hun handen op. Ze maakten alles open. Ze plakten papiertjes op alle meubels in de salon, in Mendeles kamer. En zelfs in de slaapkamer. Uitgewist zei hun naam. En lachen deden ze ook nog. Uitgewist zei hun gedachtenis. Toen zei die dikke, als jullie niet betalen, worden de meubels aan de markt gebracht en in het openbaar geveild. En als ze niet genoeg geld opbrengen, dan moeten ze allebei zitten, Mietjeslav en Beer. Nou, het hart beefde me in het lijf van woede. Ik kon me niet inhouden. Ik schreeuwde tegen hem, zeg dokter tegen de dokter, hij heeft met jullie God bewaren geen schapen gehoed. Toen schreeuwde hij, hoe durf je, jodenmeid? Waarom plotseling te lachen als een paard en niet als een mens en zei, ze heeft mooie ogen en hij wou me kussen. Oh, ik gilde, als je me aanraakt, geef ik je het boze oog. Daar zullen je kinderen en je kindskinderen nog aan denken. Hava, je weet ja, toch... Ik kon daar niks aan doen, dokter, ik moest het zeggen. Die dikke keek me aan als een os en had ook het verstand van een os. Hij dacht dat ik Gouda de adder was. Hij liet me met rust en ging weg en riep boven zijn schouder, schurftige joden, riep hij. De tong zal hem verdorren. En weg was hij met zijn papiertjes plakkers. Mietjeslav en Beer, Mietjeslav, daar is alles mee begonnen. En met het witte zijen vest, het is mijn schuld. Geen cent had ik hem moeten geven toen hij ophield te studeren en zich met dat liederlijke komediantenvolk inliet. Nee, Bel, dat zou nog erger geweest zijn. Het ongeluk was alleen dat hij zo ver van zijn ouders moest leven, dat arme kind. Kind? Andere mannen op zijn leeftijd zijn al vaders van kinderen. Ja, maar hij is mijn enige. Bel, straf mij.
Wees boos op mij. Het is mijn schuld. Ik heb hem niet goed opgevoed. Ik was dom. Maar hij is onschuldig. Hij is nog een kind. Wat heeft het voor zin nu uit te maken wie de schuld heeft? Esther, je weet dat Mendel weg moet, nu meteen. Ik weet het. Wanneer is hij gekomen? Toen die kerels weg waren, toen kwam mijn domme kind. Bleek, verdrietig en sidderend van angst. Hij heeft de kerels gezien en zich op zolder verstopt tot ze weg waren. Uw arme ziel. Hij heeft me alles opgebiecht. Verleid. Verleid hebben ze hem. Hij heeft gezondigd. Arme Mendel, de hele nacht heeft hij geen oog dicht gedaan. Ik hoop dat hij nou slaapt. Mijn arme vrouw, het spijt me verschrikkelijk. Maar ik heb op het ogenblik geen geld. We moeten je sieraden belenen. Voor het kaartje voor de reis naar Amerika. Met Gods hulp zal ik later alles weer inlossen. God straft me voor mijn zonde. Alles is al beleend. Tot de laatste gouden speld. Mijn zoon, die mooie Mitek, heeft je alles afgenomen, hè? Ik heb mijn Mendelen alles gegeven. Wat moeten we nou doen? Het is gevaarlijk. Hava, ga kijken of Mendel nog slaapt. Dokter. Dokter, u hebt me geroepen. U hebt gezegd dat ik tot de familie behoor. Dat zal ik mijn kindskinderen nog vertellen. God zal u daarvoor zegenen. Nou ben ik geen wees meer. Ja, en ja, ja, mijn lieve kind. Ja, maar ga nu. Ik moet met mijn vrouw een paar woorden onder vier ogen spreken. Dokter, ik weet alles. Ik was erbij toen Mendel het vertelde. Die arme ziel heeft zich zo verschrikkelijk geschaamd. Hij was zo bang. Met recht, want hij verkeert in gevaar. Je wilt toch je eigen kind niet uitleveren, Bel? Je zult hem toch niet verraden? Ik? Ik? Nee, ik begrijp wat dokter bedoelt. Die vriend, die gooi, dat het vreemde gebeuren en verslinden, die fijne meneer, uitgewist zijn naam, die onze Mendel heeft geleerd hoe gemakkelijk het is met een stuk glas op dun papier de handtekening van dokter na te maken. Stil, Hava. De muren zullen het niet verder vertellen, mevrouw. Zijn vader zal liever zelf naar de gevangenis gaan, maar Mendel is nooit meer veilig. Een vervalser die een getuige heeft, is verloren. Vader in de hemel, help, help. Ik zou het laatste stuk huisraad verkopen, maar het is mijn eigendom niet meer. Dokter, ik weet wat er gebeuren moet. Het is heel eenvoudig. Is mijn loon van 3 jaar niet genoeg voor een kaartje naar Amerika? Het geld ligt op de bank, dat weet u toch? Dat raak ik niet aan, dat zou een vreselijke zonde zijn. Je spaargeld havelen zal ik op de dag van je verloving verdubbelen zoals ik je beloofd heb. Dat is je bruidschat. Denk je dat ik een wees beroof? Beroven? Wie praat er over beroven? U geeft het me natuurlijk terug. Ik trouw nog lang niet. En Mendelen moet weg, hij is in gevaar. Het zou net voldoende zijn. Nee, ja, nee. Ja, ja. U hebt gezegd dat ik op de familie behoor. Ik ben geen wees meer. Het is geen zonde. U moet het nemen, dokter. Het is de enige oplossing. Wat een geluk. Wat een geluk. God zal je belonen, Havelen, mijn liefje. Wat ben je toch slim. Daar zou ik nooit aan gedacht hebben. Vlug, vlug, mevrouw. Ga u aankleden. Eerst moet Mendelen weg. Dan moeten we het huis redden. Ik ga naar de stad. Ik zal mijn familie opzoeken. Vrienden, banken. Misschien krijg ik een hypotheek op het huis. En als het niet lukt? Dan is het Gods wil. Als Mendelen maar gered wordt. Ja, dat is het enige wat erop aankomt. Kom, Bel. Vlug, Havel. Maak Mendel wakker. Hij moet zich klaarmaken. Vlug. Arme ziel, arme Mendel. Mooi als de dageraad. Ik zal hem wakker maken. Ik zal hem den afscheid zegenen, kussen, geluk toewensen. Zoals een zuster afscheid neemt van haar broer. Wie zal mij lonen? Ik ben alleen en ben heel stil, zoals het raakt. Havelen, zit je nou weer zo treurig? Hm? Dag mijn kind, hoe gaat het met je? Ingenieur Levitsky. Ingenieur Levitsky. Ja, ik moest hier in de buurt zijn en toen dacht ik, kom, laat ik eens bij dokter Mandel bloed aanwippen. Ik moet hier immers weten hoe het met mijn oude vrienden gaat. U, meneer Levitsky. Een goede engel brengt u hier. Ik heb zo tot God gebeden dat u zou komen. Echt waar, Havelen? Heb je dan maar verlangd? Verlangd? Dat ontbrak me nog net. Waarom zou ik naar u verlangen? Waarom zou je niet naar me verlangen? Omdat... Meisje verlangt toch niet naar een vreemde man die ook nog... niet Jood is. Ja, meneer Levitsky. Oh, maar je stelt me teleur, Hava. Ik dacht dat ik nu zou zeggen, waar zit uw verstand? Nou, u lacht me uit. Ach, lach toch mee, mijn kind. Oh, lachen, hebt u dan geen ogen? Oh, wees, ziet u dan niet wat er in het huis aan de hand is? Oh, wat is er dan aan de hand? Het fornuis is uit.
En jij borduurt. Ik heb jou nog nooit zien borduren. Nou, dat past ook bij me als een klok bij een varken. Aha, zijn we weer zover? Wacht even, dan schrijf ik dit op. Ja, wat valt daar aan op te schrijven? Dat zegt men. Waarom, Mawa? Een klok past bij een koe of bij een geit. Gaat het varken soms wijden op de berg? En waarom past borduurwerk bij jou als een klok bij een varken? Ik ben klein, maar ik heb grote bruine handen, net als Jolina. Met zulke handen moet je grof werk doen. Koken kan ook nog, maar om te borduren moet je zulke fijne, zachte handjes hebben als mevrouw. Ja, maar het is mooi wat jij maakt. Mooi? Ja. Nou, houd me voor de gek. Ik dacht alleen zo bij mezelf. Waarom zou ik hier stilzitten en erover nadenken of een flauwe maag heeft? Dat heb ik al 2 maal opgeschreven, weet je dat? Maar wat betekent het, hè? Ik weet niet waar mijn verstand zit. Ik begrijp dat niet. Ja, wat valt daar aan te begrijpen? Ben ik een rabbi, een geleerde? Ik ben niet eens een man. Bestudeer ik de Heilige Schrift, leer ik de wijsheid? Oh, wat heeft het voor zin dat een meisje nadenkt? Waaraan kan ze denken? Ach, onzin dat een flauwe maag heeft. Ja, ja, maar jij denkt heel verstandig, Havelen. We hebben immers toch vaak genoeg met elkaar gepraat. Doet er nogal veel toe wat een onwetend meisje zegt. Maar ik wil niet met lege handen zitten. Daarom heb ik het tafelkleed uit de kast gehaald. Ik ben aan het borduren gegaan. Oh, het doet er niet toe hoe het wordt. Het is toch maar voor mijn uitzet. Zie je wel dat je aan je belangrijke dingen denkt? Aan je huwelijk. Aan mijn huwelijk? Ja. Ik mag een nachtmerrie krijgen als ik daaraan denk. Ik heb wel andere zorgen. Oh, maar ziet u dan niet wat er hier aan de hand is? De dokter is naar de stad, mevrouw. Mevrouw is naar de zuster. Wat is dat toch gebeurd? Oh, god, oh, god, oh, god, oh, verschrikkelijk. Oh, zo vernieling, oh god en medelijden. Als de verwoesting van de tempel zoveel ellende, zoveel bitterheid. Ja, kom, 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 kalm, Hava, kalm. Vertel het dan maar. He? Oh god, meneer Lewinsky, toen de deur open ging en u op de drempel stond, was het alsof de hemel open ging. Ik voelde dat is Gods werk. Hij heeft hem als redder naar ons toegestuurd. Ja, stil kind, stil, wind je niet zo op. Geef me je hand. Arm kind, polsjaagd. Kom, drink wat. Is er nou geen wijn of je never in huis of iets dergelijks? En daar op de kast, dat... Jolina's brandewijn. Mooi, mooi. Die zullen we dan samen opdrinken. Jij en ik. Goed? Ja. Op het leven en de gezondheid van een dokter en mevrouw. En ook op het leven en de gezondheid van Mendelen. Proost. Oh ja. Wat is die sterke? Oh, wat sterk. Lekker. Lekker vindt u ook niet? Heerlijk. Wat is dat voor spul? Dat is verrukkelijk. Ja, toverij, ingenieur Lewinsky, toverij. Jeneverbessen en bosbessen, kruiden en geur. Het geeft iedereen wat kracht of slaap, vreugde of verdriet. Kom, laten we nog een glas drinken. Zo, op je gezondheid, Ava. Op mijn gezondheid? Nee. Op onze gezondheid dan, hè? Op onze vriendschap. En dat we altijd goede vrienden mogen blijven, als broer en zuster. Ja, daarop wel. Oh, lekker. ik moet lachen. Lach jij maar, kind. Je moet altijd lachen, nooit huilen. Een meisje, wat is er? Wat gek. Ze is in slaap gevallen. Plotseling. Ik zal hem maar laten slapen. Ze was zo opgewonden. Waarschijnlijk is er iemand van de familie ziek geworden. Wat hangen ze toch aan elkaar, die joden? Papa! Shush, shush, shush. Is ze ziek? Nee. Ze is plotseling ingedut. Laat hem maar slapen. Ze was zo opgewonden, dat arme kind. Maar wat is hier eigenlijk aan de hand? Weet jij dat? Wie weet het niet? Wat een ongeluk. Het huisraad van dokter en mevrouw wordt verkocht. Wat een schandaal, zulke goede mensen. De banken willen niet wachten. Hij is ze geld schuldig. Een zwart jaar op hun hoofd. Kunnen ze niet een beetje geduld hebben? Hebben ze niet genoeg in hun ijzeren kasten? Moet het juist het geld van de dokter zijn? Hij zal wel betalen met Gods hulp. Slechte mensen, harten van steen. Dus dat is het. Dat is verschrikkelijk. Dat had ik nooit gedacht. Maar ze leven zo sober. De dokter heeft zo'n enorme praktijk. We kunnen er lang of kort over praten, maar zo is het. En daarom ben ik naar Havelen toegekomen. We mogen dat niet toelaten. Nee. Die rovers uit de stad mogen zo'n goede, vrome man niet vernederen. Maar hoe willen jullie dat verhinderen? Waarvoor ben ik zo groot en zo sterk? Waarvoor heeft God mij zulke armen gegeven? De mensen zeggen dat ik bomen breek met mijn handen. Dat is natuurlijk niet waar. Ik doe het met de bijl. Maar godzijdank kracht heb ik genoeg.
Als de boeren in het dorp zondags in de herberg drinken en het gaat wild toe, wie wordt er dan geroepen? De veldwachter? Hé, niks hoor. Ik, Gerson de Bosman. Voor mij zijn de boeren bang. Als ik zeg, stil jullie, dan zijn ze stil. Als lammetjes. Ik zou niet graag ruzie met jou krijgen. Ja, maar hoe kan dat dokter Mandelblut uit de moeilijkheden helpen? Ik heb nagedacht. Ik ben geen groot Talmoedkenner, ik ben geen licht, maar ik ben vroom. En God heeft tot mij gesproken. Ik heb het gehoord, diep in mijn hart. Zo duidelijk als ik u hoor. Het is heel eenvoudig, Gerson, hoorde ik. Je gaat van huis tot huis en je zegt... Vreemde, slechte mensen willen de dokter ruïneren. Maar jij zult ze niet helpen, Pjotr. Jij zult ze niet helpen, Iwan. Heb je dat goed gehoord? Jij zult niets uit het huis halen, uit het huis van je weldoener. En als je het toch doet, hondschot, dan breek ik alle botten in je lijf. Is dat niet slim bedacht? Op de dag dat die vreemde beulen komen, sta ik stil voor het huis van de dokter. Kijk ze aan en wrijf in mijn handen. Dan zullen we wel eens zien of ze ook maar een waterglas durven aanraken. Dat is geen gek idee, dat moet ik zeggen. Weet je wat? Ik ga met je mee naar de boeren. Ja, ik zal op hun gemoed werken. Ik ben dit huis veel lang vastgehouden. Prachtig, prachtig. Naar u zullen ze luisteren. U kunt ze ook vertellen hoe ze in de hel gestraft zullen worden. Naar u zullen ze luisteren, want u bent toch ook een... Een niet-Jood. Ja, maar een heel goeie. Daar heeft Havelen gelijk in. Ik geloof dat we Havelen wakker moeten maken. Kijk eens, zo even lachte ze als een engeltje. En nu? Ach, kijk toch eens. Nou huilt ze of haar hart zal breken. Havelen, word wakker, word wakker. Word wakker, Hava. Heb je geslapen? Ja, kind. Wat heb je gedroomd? Je hebt gelachen en gehuild. Nee, ik weet het niet. Wacht even, laat me nadenken. Heb ik gedroomd? Je moet altijd lachen. Lach, mijn kleine Hava. Zal ik altijd je kleine Hava zijn? Ja, laten we drinken op ons geluk. Oh, ja, op ons geluk. Je ogen fonkelen als twee zwarte sterren. Als ik maar niet zo klein was. Ja, dat is waar. Je bent veel te klein. Ah, ik groei nog wel. Ik ben pas 7 jaar. Zullen we nog een glaasje drinken? Wacht even, kleintje. Wacht even. Je bent zo vreemd. Weet je wel zeker dat je geen jongen bent? Mijn haar is kort, maar ik ben een meisje. Ik ben een meisje. Dan zal ik je kussen. Dan weten we dat zeker. Oh, het mag niet. Het mag niet. Dat is Jolina's man. Hij speelt zo prachtig. Mijn hart smelt. Mijn ziel smelt. Die drank van je neverbessen en bosbessen. Mijn kleine haar. Oh, een zonde, wat heerlijk. Oh, wat ben ik gelukkig. Wat ben ik gelukkig. Zal ik altijd Java blijven? Altijd. En haar met die blonde vlecht en die blauwe ogen, die mooie, die gemeen, heb je haar vergeten? Sophia? Bedoel je Sophia, mijn vrouw? Je vrouw? Zij heeft je verlaten, ze is met een ander getrouwd. Want dat geeft toch niets, mijn kind? Dat geeft toch niets, klein jodenmeisje? Toch blijft ze eeuwig de mijne. Eeuwig? Eeuwig. En ik? Jij bent mijn zusje. Weet je dat niet meer? Ik ben het vergeten. Oh, wee, wat een ongeluk. Wat een ellende. Zo ongelukkig ben ik nog nooit geweest. Wat een ellende. Oh, wee. Word wakker, Havelen. Havelen, word wakker. Gerson. Ik kan het me niet meer herinneren. Ik weet niet wat ik gedroomd heb. Wat kom jij hier doen? Oh, Havelen, deze brave jongen heeft een goed idee. Wij moeten de boeren op hun gemoed werken. We moeten ze bang maken. Als het nodig is. Ik begrijp er niks van. Gerson wil verhinderen dat de boeren de meubels uit het huis van de dokter naar de veiding op het marktplein brengen. Ambtenaren uit de stad, dat zijn geen dragers. Ze zullen teruggaan om nieuwe instructies te halen. En intussen zal de dokter iemand vinden die hem helpt. Bij mijn geloof, bij mijn leven, dat is slim. Heb jij dat bedacht, Gerson, jij? Ja, ze zijn toch zo goed voor je, of ze je bloedeigen vader en moeder waren. Zo slim? Jij, Gerson de Bosman? Ja, meneer hier zal met me meegaan. Van huis tot huis, hij wil me helpen. Zie je nou wel, kind? Je mag nooit wanhopen. Nee. Kom, we gaan. Goed. En ben je blij dat we iets voor mevrouw doen? Ja,
Wat heb je? Slaap je nog? Nee, nee. Maar waarom doe je dan zo koel? Ja, ja, goed. Zo ken ik je niet. Ik had minstens gedacht dat je zou vragen... waarom zou ik niet blij zijn? Lach me alsjeblieft niet uit. Dat is toch ons oude spel, Ava? Vraag om vraag. Het is nou niet de tijd om te spelen. Ik weet niet wanneer u terugkomt, meneer Lewitsky. Oh, God zal u zegenen omdat u zo goed bent. U en uw vrouw en uw kinderen. Arm kind. Je bent helemaal in de war. Het was ook te veel voor je. Je lacht, je huilt, je praat als een rabbi. Vooruit, ga liggen. En slaap maar eens lekker uit. Nee. Nee, ik wil niet slapen. Blijf gezond. Ga met Gershon mee. Verlies geen tijd, het dorp is groot. Gershon? Roep je maar, Ava. Kus me, Gershon. Avele, mijn kroon, mijn duifje. Wil je met me trouwen? Dat weet ik nog niet. Misschien. Maar ik weet wel dat ik 17 ben en geen 7. En dat ik beslist geen jongen ben. Ga nou, Gershon. Oh wee, wat een ongeluk. Goed, daar is niemand thuis. Zou ik dat niet weten? Ik kom vanwege het ongeluk in het huis van de dokter. In het huis van de dokter is met Gods hulp alles best in orde. Ongeluk, een zwart jaar op de hoofden van zijn vijanden. Ga en blijf gezond, meer heb ik je niet te zeggen. Oh, wees niet zo onaardig en zo dom. Ik kom als vriendin. Goed, ja, op je hoofd. Ze zeggen dat morgen of overmorgen de meubels van de dokter worden verkocht. Verdot, zegt hij, had de tong verdorren. Zijn naam en zijn gedachten die zullen worden uitgewist. Ava, zeg tegen de dokter dat wij als vrienden alles van hem willen kopen. Opdat hij niet vernederd wordt in de ogen van de hele stad. We geven evenveel als op de veiling. Maar zonder veiling, begrijp je dat? Vrienden, jullie smerige, gemene troep. Jullie zouden vrienden zijn van zulke edele mensen. Ga goed, gaan alle boze geesten voor de bezem nemen je naar buiten. Veeg als een giftige spin. Stom mirakel. Is het niet veel beter dat wij het nemen dan dat het naar alle windstreken wordt verstrooid en misschien nog, God bewaren, in niet-Joodse handen terechtkomt? En in jullie handen moet het zeker komen, hè? Jullie willen jullie vodden en lorren in de mooie kasten en kisten van Baruch Weingartens dochter stoppen. Jullie vuile hoofden zouden liggen op het kussen waarop de vrouw van de dokter haar zachte haar te rusten legt. Jullie willen aan de tafel van de dokter eten tuig van de richel. En jullie schele jankers zouden in het bed van onze Mendelen slapen. Weg, zeg ik je, weg! Kijk me niet zo aan, ik... Ik ben niet bang voor je boze oog. Dat wat jij in je gemene hart wenst zal nooit gebeuren. God zal het niet toelaten. De meubels van de dokter zullen niet door vreemde handen worden aangeraakt. Gershon, praat met de boeren. Ze zullen geen lepel naar de markt brengen. Stom mirakel. Gershon, de bosman, zal de boeren opruien tegen het gezag. En wat zal het helpen? Zijn er in Boberka geen dragers? Of die veiling nou morgen of overmorgen gehouden wordt, wat maakt dat uit? Waarom is de dokter al voor de derde maal naar de stad gegaan? Omdat hij het geld niet krijgt? Oh nee, dat geld krijgt hij, dat geld krijgt hij, dat zeg ik jou. En nou weg, slang, weg! God is een vader, hij zal helpen, dat zal hij. Ik ben zo woedend op je, Berko, dat hij zou kunnen slaan, op een erewoord. Schaam je, ingebeelde Jood. Ja, waarde vorstin, hoogvereerde vorstin, u moet toch begrijpen... Loop naar de duivel met je praatjes. Waarde vorstin en doorluchtige hoogheid. Andere woorden heb je niet als je met me praat. Oh jawel, ik ben oneindig dankbaar. Ja, dat moet je ook zijn, hondsvot. Maar weet je tegenover wie? Tegenover dat meisje. Dat kleine egeltje. Dat zo genoemd wordt om haar stekelige haren. Die heeft meer verstand dan jij. En al je vrienden met hun woeste baarden. Die elk vrij ogenblik in de sjoel zitten. Jullie wenden je persoonlijk tot God, hè? De bliksem zal jullie treffen met jullie arrogantie. Ik had nooit gedacht, Berko, dat jij me zo zou beledigen.
Zulke zorgen zijn er in je huis en ik hoor het pas op het laatste ogenblik van dat meisje. Waarom? Ben ik dan zo slecht voor je geweest? Vorstin, alsjeblieft. Nou, laat maar, ik weet het wel. Omdat ik niet Joods ben. Vreemde. Dat vergeet je nooit. Weet je wie trots op je zou zijn geweest als uit de hemel op je kon neerkijken? Je moeder. Zij rustte in vrede. Kijk eens hoe hij beeft. Wees maar niet bang, ik zal haar niet opwekken. Maar zij zou trots op je zijn geweest. Oh ja, ze is altijd boos omdat jij me graag mocht. Maar ze was berekenend. Jullie Joden zijn een berekenend volk en daarom kwam ze toch op alle feestdagen feliciteren. Zij was dankbaar, vorstin. Zij wist welk een groot, goed werk u aan mij deed. Goed werk? Daar heb ik nooit aan gedacht. Ik ben geen Jodin. Jullie Joden hebben een manie voor goede werken. Jongens van 13 jaar krijgen al de hele zak vol plichten en goede werken op hun rug. Dat ontbreekt me nog net, zou de kleine Hava zeggen. Dat zou mooi zijn met mijn pijnlijke rug. Ik heb het niet voor jou gedaan, Berkel. Ik heb het voor mijn zoon gedaan. Ik dacht dat hij zich minder zou vervelen als een jongen van zijn leeftijd met hem meewerkte. Maar hij gaapte toch. En de leraar was verrukt omdat jij alles zo vlug begreep. Herinner je die rare vent nog, Berkel? Ik herinner me alles nog, hoogheid. Ja, dokter Mandelbloed. Blijf maar zo voorzichtig en gereserveerd. Zo heb je altijd tegen me gesproken. Tot haar vreugde. Oh, vind je niet op. Zij rusten in vrede. Ik neem het er ook niet kwalijk dat ze mij niet mocht. Dat is wederkerig. Ik kan die vrome Jodinnen met hun pruiken niet uitstaan. Ik ben een antisemiet, Berkel. Maar desondanks mag ik jou graag. Erg graag. Ik hou meer van je dan van mijn eigen zoon. Dat meent u niet, vorstin. Dat zou wel natuurlijk zijn. Natuur? Laat de natuur naar de duivel lopen. Ik ben erg kwaad op de natuur. Ja, lach niet, het is waar. In de eerste plaats, omdat ze zoiets onzinnigs heeft bedacht. Zoiets overbodigs. Daarvoor zijn er vaders nodig. Zie je, als hij alleen mijn zoon was, best, dan zou ik van hem houden, hoe hij ook was. Maar jammer genoeg is hij veel meer zijn kind. Hij lijkt op hem. Hij is de zoon van Blavatsky. Hij rust niet in vrede. Zo mag u niet spreken. Ook niet voor de grap. Dat is een zware zonde. Het kan me niet schelen, Berko. Dat kan me helemaal niet schelen. De duivel mag me braden in de hel. Vooruit mag ik. Ik ben niet zo gek op de hemel. Ik heb me hier op aarde genoeg verveeld. Dat kleine meisje. Hij was ook niet zo verrukt van jullie paradijs. Ze verheugde zich helemaal niet op. Ze heeft nog de tijd om zich daar druk over te maken. Dat heb ik ook tegen haar gezegd, maar ik begreep haar toch heel goed. Ik wist niet, Berko, dat jullie niet alleen hier barbaren zijn, maar daar ook. Wat een woeste zeden. Ze vertelde me dat jullie in het paradijs verder leert in je boeken en dat jullie vrouwen jullie voetkussen zijn. Zo staat het in jullie heilige schrift. Ach, vorstin, u kent toch onze heilige schrift. Het is een deel van de Bijbel. Hebt u in het Oude Testament een dergelijke beschrijving van de tuin van Eden gevonden? Het meisje is een dom, onwetend kind. Ze haalt zagen, legenden en de heilige boeken door elkaar. Dom? Onwetend? En ik zeg je dat ze allerliefst is. Ik was verrukt van haar. Ze heeft me alles verteld. Dat ze met een jongen wil trouwen die 3 maal zo groot en 10 maal zo sterk is als zij. De beste houthakker van de hele streek. Nou, en zo kwamen we op het paradijs. Ze zei dat ze er lang over had nagedacht. Dat kan ik me best begrijpen. Het moet geen pretje zijn om door zo'n reus als voetkussen gebruikt te worden. Alles ligt door elkaar in haar jonge hoofdje. Maar haar ziel is helder en rein, Berko. Hoe hartstochtelijk heeft ze voor je gepleit. Want eerst wilde ik van de hele zaak niets horen. Zo kwaad was ik dat jij geen vertrouwen in me had. Je hebt er geen idee van hoeveel dat kind van jullie houdt, hoe dankbaar ze jullie is. Ze zei dat ze voor jullie door het vuur wilde gaan. Nou, je weet dat ik Joodse overdrijving niet uit kan staan, maar ik geloofde elk woord wat ze zei. Dat meisje gloeit van liefde. Ja, ze is een klein meisje met een groot hart. Ja, en verstandig en moedig en niet zo verstokt als jij, arrogante Jood. Eerst heeft ze zich verontschuldigd dat ze niet wist hoe ze tegen een vorstin moest spreken. En toen sprak ze eerlijk en vol vertrouwen, zonder waarde vorstin en doorluchtige hoogheid.
En weet je wat ze zei? Ja. Ik geef je mijn erewoord dat ze het zei. Heel onbevangen zei ze dat het niet hinderde dat ik geen Jodin was. Want ik was een heel goede en fatsoenlijke niet-Jodin. De duivel mag me halen als het niet zei. Oh, een verrukkelijk kind. Ik heb me doodgelachen. En ik beledig uw hoogheid omdat ik wel weet hoe ik tegen een vorstin moet spreken? Ja, zeker, dokter Mandelbloed, ja zeker. Denk maar niet dat jij de enige bent die slim is, Berko. Jouw hoffelijkheid is een muur. Met een sluwe vosje, deemoedige praatjes, schrijdende dreinen, uitverkoren jodenvolk van alle andere volken. Als je straks thuis komt, zul je misschien je handen wassen. Je zult zeggen, een goede vrouw, de vorstin. Ook al klet ze ook nog zo onzinnig, maar ze is dan ook niet Joods, de arme ziel. Dat zal ik zeker niet zeggen, vorstin. Nee, omdat je laf bent. Dat meisje, dat zei heel eerlijk over ingenieur Lewitsky, die ze erg bewondert, de beste man van de wereld. Net zo goed als dokter en mevrouw. En hij kan er toch ook niks aan doen dat hij niet als Jood op de wereld is gekomen, die arme ziel. Ik zweer je, Berko, dat ik dat kind zou adopteren als ik niet zo'n oude tang was. Op een erewoord. Ik zeg je, zo'n meisje zou ik met vreugde hebben ontvangen als mijn schoondochter, in plaats van dat afschuwelijke mens. Hoewel die iedere zondag naar de mis gaat. Ik moet naar mijn ziekenhoogheid. Ik dank u nogmaals met mijn gehele hart. U hebt mij en mijn Esther van armoede en schande gered. Maar ik zal met Gods hulp... Ja. Wees maar niet bang. Ik schenk je niets. Je zult me alles terugbetalen met de rente op rente. Net als die woekeraars op de bank. Blijf gezond, Berko. En neem je Esther eens mee, hè? Is ze nog altijd zo ongelukkig? Ze is dankbaar. Ze is blij dat het huisraad er nog is. Maar ze is natuurlijk toch erg verdrietig. En dat is begrijpelijk. Ze zal er met de tijd wel aan wennen. Ten slotte is Mendel jong. Heeft zijn hele leven nog voor zich. Ja, godzijdank wel, maar... Ja, ik begrijp het. Het is moeilijk. Vooral voor mijn arme vrouw. Ze lijdt. Ze maakt zichzelf verwijten. Wie lijdt er niet, mijn beste Berko? Wie maakt zich geen verwijten in de donkere nacht? Wat buigt ons? Wat trekt ons naar de grond? De jaren? Nee. Het kruis dat iedereen moet slepen op zijn rug. Ik zal je iets vertellen, Berko. Weet je, ik lees nu veel meer dan in mijn jeugd. Geen romans, nee, die vervelen me. Maar brieven lees ik graag. Brieven van grote mensen. Die zijn interessant. Ja, en ik, ze sporen aan tot denken. Ja, ik lees nu de briefwisseling tussen twee dichters. Dat zijn Duitsers. Ik lees natuurlijk een vertaling. Ja, wie kan dat rare taartje leren, niet? Ik lees alleen Pools. Sinds dat Parijse kanaille familie van mis geworden, heb ik geen Frans boek meer aangeraakt. Is het misschien de briefwisseling tussen Goethe en Schiller, door luchtige hoogheid? De duivel mag me halen. Heb jij die gelezen? Misschien nog in het origineel, hoor. Het Duits is voor ons niet moeilijk. Niet moeilijk? Naast je zware werk, naast al dat gebittende sjoe, vind je nog altijd tijd om te lezen wat dichters schrijven. En hij, mijn zoon, zit achter de kassa in een vuile kroeg. Verkoopt kaartjes, kijkt met sombere ogen door de sombere ramen naar een sombere wereld. Troosteloos, als een vis in een aquarium. Het leven is moeilijk. Ja. Het leven, dat wil ik je toch nog zeggen, is moeilijk en vreemd. Gisteren las ik die brieven. En daar is dan heel verstandige dingen over reizen. Ik geloof dat ze van Goethe zijn. En ik dacht zo bij mezelf, dat kun je net zo goed over het leven zeggen. Want wat is het leven anders dan een lange, moeizame reis? Hij zegt, een reis lijkt op een spel. Er is altijd winst en verlies. En meestal van onverwachte zijde. En is het niet werkelijk zo? Neem die Lewitsky, die aardige jongen. Hij houdt jarenlang van een meisje. En wat doet ze? Ze loopt weg, breekt hem het hart, maakt hem ziek. En wie helpt hem? Jouw Esther. Die maakt lekkere eierkoeken en kippetjes voor hem klaar, tot hij zich weer verheugt op zijn middageten. Ja, nu hoef ik niet bang meer voor hem te zijn.
Als een jonge man weer eetlust heeft, dan blijft hij niet lang melancholiek. En ik? Mijn zoon heeft me verlaten. Om een schaamteloos wijf te dienen als een clown. En wie staat mij terzijde? Berko. De zoon van de marktvrouw Mandelblut. Ja. En als ik voor de schande en de ondergang sta, wie helpt me dan? Mijn vrienden, mijn geloofsgenoten? Nee, ze aarzelen, ze weifelen, ze stellen uit. En wie redt me met één pennenstreek? Vorstin Blavatska, de bekendste antisemiete van de hele streek. En jouw Mendel? Hebben jullie niet onder liefde bedolven? En wat geeft jullie ervoor terug? Hij stort zichzelf en jullie in het ongeluk. Waarom? Daarop is geen antwoord. Nee. Maar het kind dat jullie in huis hebben genomen, dat meisje, dat wordt jullie troost en toeval.